probeer hem er maar voor te gaan, hè? Een nieuwe video. We zijn inmiddels aangekomen bij het derde deel in deze korte serie van de dienst die we draaiden in de onopvallende BMW. Deze aflevering is misschien wat, ik moet niet zeggen anders. Ja, het is wel anders, maar goed, het was een hele lange achtervolging. Alleen er was namelijk een probleempje, dat wou ik zeggen. Er was wat lek in de server en de auto waar hij op de weg stuitte. Ik weet niet, echte GBA-spelers die herkennen dat misschien wel. Dus ik heb best wel veel moeten knippen in het begin om te zorgen dat die stukken er een beetje eruit zijn. Kom je nog wat stukken tegen, neem je niet kwalijk. Ik heb geprobeerd zo soepel mogelijk te laten gaan. Maar zeker aan het einde is hij volgens mij wel leuk verlopen. Het was een mega lange achtervolging. En wat moet ik nog meer zeggen? Ik zeg veel plezier met de video. Maar... we zijn niet in de buurt. Ja, ik vind helemaal geen enkele collega die we kunnen ondersteunen. We zijn nu aan het spookrijden. Omgeving HAB. 0,5 aansluiten. Waar houden we hem niet bij dan? Ik weet niet, die auto is ook wel waar dit is. We rijden nu het oostelijke puntje van de map, recht onderin. Jullie zijn spookrijdend aan het oosten van de... Ja, negatief. We zijn inmiddels bij de havens onderin de map. Gaat nu de brug over. Weer spook. Nu weer goed. Op de snelweg nog. Ja, weer op de snelweg. Linksaf gaan we nu de havens in. Hij zit hier vast als we de afzetten. We rijden nu havengebied. Oh ja, ik ga treinspoor. Ja, treinspoor op. We rijden nu weer terug over het trein viaduct. Metro. Weer terug de havens in. En we keren weer de openbare weg op. Gaan weer richting noorden. Globaal. Nee, moment. We slaan weer linksaf richting het vliegveld. Ik hoor collega's sirenen. Dit is 1306, wij rijden achter jullie. Ja, top. Het is een carjacking geweest, heette daad waar we bij stonden. Begrepen. Nee. En welke kant gaan jullie op? Ja, nu richting stadion binnendoor. Is dit hier in de achter trouwens? Links, we zitten nog steeds achter. Snelweg op. Ja, links naar beneden, snelweg op. Snelweg richting? Noord en westzijde. Voorbij het tankstation. We rijden nu net de stad uit. We komen straks voorbij die eerste overvalpunt, zeg maar. Heb je hem dan helder? 1301, Thomas W. meldt zich bij deze even uit dienst. Dan zie je nog een fijne dienst. Laat u. Jullie rijden nog steeds richting het noorden? Ja, hij is parallel nu wel aan het rijden, maar wel richting noord. We zijn nu net bij de bank, parallel gezien. We komen nu de snelweg weer op. We gaan door richting noord. We zitten weer op de snelweg. En we duiken naar links, parallel, maar wel richting noord nog steeds. Tweede bank. Wat is de gemiddelde snelheid? 140. We proberen de andere kant te pakken en daar te blokkeren. Nee, niet gelukt. Kunnen we inboxen, jongens? We kunnen het proberen, maar ik weet niet of het gaat met de gestuiter van jullie.
kan. Ik ga ervoor. Prima. Oh, ja, voorzichtig dan. Ja, hij stuurt zomaar kanker. Komen we nu noordsnelweg bij de kruising, splitsing zeg maar, ook. Oh. Hij is gepit, hij tolt en hij rijdt door. Probeer hem er maar voor te gaan, hè? We zijn rechtsaf de binnenlanden in, noem ik hem af. Ja, ik rijd nu ter hoogte van de bank pas. Ja, we zitten nu hoog. Oh, hij pukt heel hard. We worden heel hard gebeukt door overdag. Hij weet niet wat hij wil. We zijn net voorbij de basis. Hoe kan dit? Ja. Kijk, waar rijden jullie? We zijn net voorbij ingang militaire basis. Ik kom links voorbij je. Snelheid 150, 60, 170. Hard zat op deze wegen. Uh-huh. We zijn Ja, nu wordt het lastig door even. Even kijken. Zolang jullie rechtdoor blijven rijden, weet ik genoeg. We zitten weer op route 66, we zijn nog steeds op route. Top, dan rijken we nu... Hij is weer gecrashed. De auto gaat zo overgeven, denk ik hoor. Ja. Ja, hij roept wel. Zijn we nu weer de grens overgaan toch? Ja, kut. Nu inboxen, wij zijn sneller. We zijn een zandweggetje opgereden. Oeh. We rijden jullie weer terug, Route 66, zeg maar dan parallel. We rijden nu weer naar beneden, zuiden van de map. Heeft een van jullie een bijrijder? Ja, GPS die ik nu stuur, dat is de locatie waar we nu rijden, het weggetje. En dan naar beneden, zeg maar. Dankjewel, 400 meter uit. Jan Willem, kan ik even in de telefoon kijken? Kijk in mijn telefoon? Ja, een zwart telefoon. Ja, die... dat is die auto waar we gaan zitten, die je bedoelt. Oké. Dat is gezien, thanks. Alsof ik hem niet eraf duwt hier. Jullie rijden nu? Ja, die kronkelweg is. We komen nu boven bij een schuur. Even kijken, we gaan rechtsaf. We rijden nu zeg maar horizontaal weer naar het westen. Ik stuur weer een locatie. Probeer dat. Laatste GPS gestuurd. Ik ga overal petten. Jo. Het zijn geen lekkere wegjes hier. Oh, nee, maar ik ga er iets voor op de rem. Jullie rijden nog op die zandweggetjes? Ja, we zijn net weer de weg opgedoken. Bij Pinewood Hills. We komen net Pinewood Hills binnen, bovenin. Ik wil hem niet terug de stad in, jongens. Laatste GPS gestuurd. We rijden zuidelijk naar beneden. We komen straks in de richting van de excessief verkopen negatief verkeren. We gaan richting het kroontje. Richting Juwelier vernomen. Gecrashed. Negatief rechtsverkeer. We zijn weer verkeerd, we rijden nu weer richting dat drugsdingetje. Volgens mij is het ecstasy.
anders. Oeh, had je hem bijna. Ja. Mijn auto doet het bijna niet meer, jongen. Wegwezen jij. Wat een spannende achtervolging, man. Ja, daar word je wel wakker van. Wegwezen jij. Oeh. Stoppen nu. Als... Pak hem. De grote bank. Daar zit het tank. Zijn auto stopt. Uitstappen nu. Met je handen omhoog. Elke vertrapbeweging wordt er direct geschoten. Staan blijven. Helemaal verdacht. Boeien. Handen omhoog. Rennen. Boeien. Ik wil alleen maar een foto. Meneer, we hebben deze aangehouden voor het vluchten van een ambtenarenfunctie. Ik wil alleen maar een foto. Nou, voor een gestolen auto, carjacken. Zo'n keer met je brand per se, jongen. Ik wil alleen maar een foto. Oké, gekloot. Hey, je hebt het werk, boys. Zeker. Geen gewonnen bij ons? Ja, was wel een goede vechtvolging, hè. Maar ik ben voordelen wij, man. Ik kon niet op tegen twee auto's. Nee, doen jullie maar. Jullie hadden hem eerst gezien. Hoe kunnen jullie auto's toch heel zijn, jongen? Hoe kan dat? Ik kan niet. Nou, tot de verbazing. Meneer, ga eventjes in het voertuig plaatsen voor zover je hoofd. Nee, dat wil ik niet. Wat is dit nou weer? Collega's, willen jullie zo gewoon een sleepzorg van het voertuig? Ja, anders kan ik zo weglopen, ja. Hè? Prima, handen wij hier verder af. Nou meneer, zoals u weet, u bent aangehouden. U heeft het recht om te zwijgen. Alles wat u zegt zal tegen u gebruikt worden. Wat wil er tegen gebruikt worden, jongen? U heeft een recht op een advocaat. Oké, ik ben zelf advocaat. Dus ik hoef geen advocaat. Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Ja, dan haakt de 0506 bij deze af. Ja, dankjewel 0506 en de collega's. U heeft echt een grote mond, hè? Ja, ik heb altijd een grote mond. Daar past ook een hele grote hamburger in. Kijk eens aan. Ja. Ja, moet ik nou mijn outfit veranderen? Daar heb ik geen zin in. Nee, daar heb ik geen zin in. Ja, ik blijf zo. Ik ga niet buiten. Je mag wel even zo blijven, hoor. Vluchten? Ik vlucht helemaal niet. Ik ga gewoon een hamburgertje halen. Hey, voor diefstal voertuig krijg je natuurlijk ook proces van Ja, dat maakt me niet uit. Geen zin in. Ook al niet.